Dit is de Haagse Ballonnenboer. En Stekeltje. Hey, hallo allemaal. Welkom bij de Haagse Ballonnenboer. Leuk dat jullie weer kijken. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga vandaag jullie een aantal basistechnieken leren. Ik wil in twee kleine video's, twee video's achter elkaar, wil ik jullie de belangrijkste basistechnieken leren. Want ik krijg van jullie als kijkers steeds meer vragen als je met ballonfiguren begint. Van ja, hoe gaat de buik draaien? Hoe gaat de pinstwist? Of de M-draai? Als je met die ballonnenfiguren bezig gaat, dan loop je daar wel tegenaan. En ik heb ze natuurlijk op een YouTube-kanaal staan. Maar dat is natuurlijk helemaal in het begin geweest. Ik heb natuurlijk 260 video's al nu op YouTube staan. En dan is het wel eens moeilijk zoeken. Dus weet je wat, dacht ik, ik ga gewoon even een paar video's maken waar alle technieken achter elkaar voorbij komen. Waardoor je heel snel toch je ballonfiguur kan gaan maken. Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk je pomp en je ballon. Maar ja, dat hebben jullie waarschijnlijk wel bij de hand. En ben je gewoon kijker dat je gewoon het leuk vindt. Ja, dan is dat ook goed natuurlijk. Maar voor degene die dus ballonfiguren vouwen, ja, die hebben natuurlijk de ballonnen en de pomp. En wat is nou het eerste wat je gaat doen? Ja, is natuurlijk afknopen. Ja, anders loopt die leger. Dus ja, die gaan we het ook het eerst even behandelen. Voor de knoop, het is natuurlijk zoals ik het probeer uit te leggen. Maar je mag natuurlijk altijd je eigen idee of inbreng in de knoop doen. Het is voor mij eigenlijk een zetje naar jullie toe van, joh, dit is misschien even handig als tip voor te knopen. Want daar wil je nog eens tegen aanlopen met een vouwballon. Ik laat hem altijd even los. Ja, dan wordt het tuutje langer, waardoor je meer ruimte hebt om te knopen. Nou, je ziet die twee vingers hier van mij. Die zitten hier nu bij deze ballon. Nou, wat ik nu ga doen is dit. Ik draai hem om, waardoor ik dit krijg. Dan ga ik eigenlijk met deze hier overheen. Hier. Zo, kijk. En ik wil het ook gelijk voor je goed laten zien. Dan heb ik hier mijn twee vingers, zie je. Dus hij ligt hier omheen. En deze, die gaat hier tussen mijn twee vingers door. Dus het tuutje duw ik er als het ware tussendoor. Kijk, zo. Omdat ik het nou niet snel genoeg doe, zit ik er zelf ook even een beetje mee, omdat ik het jullie goed wil laten zien. Kijk, hij gaat dus tussen de twee vingers door het rondje heen. En dan kun je hem zo afknopen. Kijk, dan heb je de knoop. Dus even, hij doet toch wel afgeknoopt, dus dat maakt niet uit. Nog even één keer. Dus je legt hem eroverheen. Hier. Ik draai hem eromheen zo. En dan gaat hij zo tussen mijn twee vingers. Zo ertussendoor. En dan knoop ik hem af. En dan heb ik het ook. En het kan zijn dat je denkt van, goh, waarom trekt die Haagse Ballonnenboer een gezicht? Maar kijk, dat is ook weer het lastige van ballonvouwen. Je hebt soms wel eens dat je een wondje hebt. En dan zijn dit soort dingen waar je tegenaan loopt. Dan kan het even een beetje pijnlijk zijn als je een knoopje legt. Maar normaal gesproken, als je daar natuurlijk geen wondjes hebt, dan is het helemaal niet erg. Het knoopje heb je. Nou, dat is het allerbelangrijkste. En de makkelijkste, beweging die je kan maken om een ballonfiguurtje te maken, dat is met het hondje. En dat is of de vouwtwist of de loop. En de loop is eigenlijk niks anders dan zo, hè. Het woord zegt het al, de loop. Dus wat je doet, kijk, is gewoon dit. Je hebt hem eigenlijk, je kan zelf bepalen hoe groot het wordt. Of je hem heel klein maakt, maak je hem zo. Heel groot, hè, bijvoorbeeld voor een konijn, maak je hem groter. En waar het eigenlijk om gaat, is eigenlijk jij bepaalt hoe groot die loop wordt. Zo. Je legt je hand er tegenaan. Wat ik altijd doe, is eigenlijk zo. Zeker als je kleinere handjes hebt, dan is het makkelijker. Want zo wordt die breder. En zo is die wat makkelijker te hanteren. En dan leg je je hand erop en je draait. Kijk. En dan heb je dus de loop. Dan heb je eigenlijk dus het hoofd en de oren van de hond. Dus dit is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Dit. Je knijpt hem. Je draait hem. En je hebt de loop. Dat is het enige wat je voor die loop hoeft. En ik zeg al, je kan natuurlijk zelf bepalen. Dit is de kleine versie. Dan zeg je van nou, ik wil een heel grote hebben voor konijnoren. Nou, dan leg je gewoon je hand anders. En je maakt hem hier. En dan heb je dus de grote en de kleine loop. En zo simpel is het eigenlijk met deze ballonnen. Zie je? Het stelt niks voor, maar je moet het net even weten. De volgende. Dat is de S-draai. En de S-draai naar je. He, dat is zoals de S is, dus eigenlijk die draai. Nou, dat is eigenlijk niks anders als dit. Kijk. Dit is de S-draai. En waarom is die zo makkelijk? Je kan er heel snel je zwaard mee maken, maar je kan er ook heel snel dus de steel van de bloem van maken. En je kan er natuurlijk nog voor meer
dingen gebruiken. En draai is dus eigenlijk niks anders dan dit. Zo. En ook hier bepaal je weer hoe groot die wordt. Wil je hele, hele grote blaadjes hebben of wat dan ook? Ja, voor mij doe je dan dit, hè. En wil je het heel klein hebben, dan zorg je gewoon dat het heel klein wordt. Nou, voor deze laat ik het gewoon zien, want het is makkelijker. Dus je F draaien is niks anders dan S. En dan zoek je hier het midden op. Dus hier zo, zie je het? Ja, als ik spiegelbeeld werk, dan is het wel even moeilijk om mijn handen weer even op de goede plaats te zetten. Maar je krijgt dus dit hier in het midden. En je knijpt hem hier. Hier. Kijk, dit krijg je. Je draait. Eén of twee keer meer dan bedoelen. Kijk. En dan moet je hier niet op letten, hè? Want normaal gesproken, als je zwaard maakt, dan blaas je hem verder door. Maar het is voor mij nu even om jullie de technieken te leren. Zie je, dan heb je de S-draai gedaan. En dan heb je gelijk eigenlijk heel simpel een zwaard of een stip. Nou, en zo heb je er nog één. En dat is eigenlijk voor de bloem ook, of ook weer het zwaard. Zo. Knopen, dat hoef ik jullie nou niet meer uit te leggen. Ik hoop dat dat sowieso natuurlijk lukt. En dan heb je de M-draai. Ja, de M... is eigenlijk dit. Je ziet hem al, hè? Het woord zegt zichzelf al, hè? De M-draai. En wat is zo makkelijk bij die M-draai? Als je nou zeg maar hier is waar nou mijn vingers zitten, kijk, dan heb je dus hier heb je dus een loepje. En daarboven die twee heb je loepjes. Dus je hebt drie loepjes. Bij die S-draai had je dan twee blaadjes. Hier kan je dus heel snel drie blaadjes maken. Nou, wat ik doe is dit. Kijk, ik hou hem bij elkaar. Het is even natuurlijk, zeker als je kleine handjes hebt, dan wil het nog wel eens lastig zijn. Maar je pakt hier het midden van, zie je, dus die ene van de onderkant zit dus hier. Maar je kan ook dit doen, hè, zo. Maar dat is vaak een beetje lastig, dus eigenlijk doe ik ze bij elkaar. Dan kan ik ze allemaal tegelijk mee pakken. Kijk, zie je. En deze draai ik zo. In één keer. En nu heb je dus, zie je, heb je drie mooie dezelfde loepjes. En je hebt een zwaard of je hebt de steel van de bloem. Ja, zo gaat dat best wel snel natuurlijk, zoals je ziet. En zo leer je al heel snel eigenlijk de simpele basistechnieken. De volgende die ik uit wil leggen is de tulip twist. En voor de tulip twist gebruik ik even een doorzichtige ballon. Waarom? Dan kan ik even goed laten zien wat er gebeurt. De tulip twist is niet zo heel makkelijk. Sommigen pakken het zo op, hè. Die maken de tulip twist dat ik denk van wow. En dat eventjes in één keer. Anderen hebben er nog meer moeite mee. Dus het is ja, altijd oefening waard kunst, zeggen ze wel eens. Nou, dat is met dit ook. Maar de tulip twist is leuk om ja, tulpen te maken, hè, want daar zegt de naam het al. Maar het is ook voor varkentjes te maken, voor neusjes te maken, voor andere dieren. Maar ook voor handen. Je kan het ook voor handen gebruiken. Hij is voor heel veel dingen mogelijk. Wat je doet is eigenlijk hier je vinger opleggen en kijk, daarom heeft hij die doorzichtige ballon. Nou zie je wat er gebeurt. Ik doe mijn vinger in de ballon. Zie je? Hier zit hij. Hier zit het knoopje. Dat knoopje dat pak je beet met je andere vinger en dan haal je zo. Zo. Ja, het is altijd even werken. Zie je? Die hou je beet. Dus, je ziet wat ik doe, hè? Met deze hou ik hem beet. Ik draai hem. Dus... kijk, ik draai hem achter het knoopje. Het knoopje blijft zitten. Dan zet ik hem er tegenaan. En dit noemen ze dus de tulip twist. Zie je? Oh, even kijken of je het goed kan zien. Kijk. Zie je? Dus dan krijg je ook gelijk dat varkensneusje. En zo kan je ook een tulp maken. En dan kun je zeggen, ja, maar hoe maak je dan een tulp? Nou, dat zal ik even laten zien met een andere bloem. Oh, ik zal even een kort stukje pakken. Dat is nog wat makkelijker. Even een roze. Kijk. Voor de tulip twist moet je hem eigenlijk heel weinig opblazen. Zo. En wat je dan doet, is eigenlijk helemaal tot het eind. Kijk. Dan pak ik hem hier bij het eind. Ik haal mijn vinger eruit. Zo. Ik zit dit even goed, zie je. Dan draai ik hem hier en dan doe ik dit. Doe ik hier weer naar binnen. Zo, met mijn vinger. Kijk. En dan heb je eigenlijk een tulp. Vandaar de naam tulip twist. Nou, ik hoop dat die allemaal lukken. Oké, nou voor deze video is het even genoeg. Want jullie hebben nu al een aantal dingen om te gaan oefenen.
In de volgende video leg ik jullie de pinstwist uit en de buitdraai. En dan gaan we net even een stapje verder. Dus voor nu wens ik jullie heel veel succes. Mocht je vragen hebben, laat gewoon reacties achter bij de video. Ik zie ze altijd voorbij komen, dus dan kan ik op reageren. Kan ik je misschien verder helpen. En ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. Doei! Dit is de Haagse ballonnenboer en stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.